Wij hebben met heel veel interesse het nieuws over Baby Twifia gevolgd. En ik moet zeggen, ik vind dat wel een interessant systeem eigenlijk. Zeker. Oh, je hebt een plezante manier reclame kunnen maken voor je merk. Zo zoveel meer merken dan we doen. Inderdaad. En het toeval wil nu dat we er hier eens dochtertje die Chanel heet. Die toch al een goede 5 jaar rondloopt als wandelend reclamebord voor dat merk. Dus Jacques of twee en een flesje parfum zou er al af mogen, denk ik. Het zal wel zin. Ik wil nu niks zeggen, maar onze tweeling Jacques en Jones kunnen ook nog een paar boys en broeken gebruiken. Hè? Ja, en zou dat ook geen leuke actie kunnen zien voor Keukens Xina? Hè? Want uw Xinatje zou dat vrij plezant vinden. Moest er mama een reet maken op zo'n inductieplaat of een combi-oven of het een of het ander? Ja, of een nieuwe stofzuiger. Hè? Dat is super plezant, vind je, Dyson? Het is Dyson. En het is Dyson. Dyson toch. Dus aan de vernoemde merken interesse zijn voor de familie Verscheuren te sponsoren, geef maar een centje. Het is tenslotte mensen dat ze kunnen doen. Hé. Dat vind ik ook. En er is nog heugelijk nieuws, want uw Xinatje is een verwachting van de kleine spruit, hé, proficiat meisje. En de naam is nog niet gekozen. Dus moest dat een jongetje zien, zo mee er kunnen... Barbecue. Barbecue pakken, hé. Of voor een meisje misschien Willems Verandas. Ja, of misschien Durex. Wat verdomme 15 jaar. We staan voor alles open. Dus heb maar een belletje.